Uit een onderzoek van het Nieuwsblad is gebleken dat de Vlaming amper of niets nog weet van de bekende kunstklassiekers. Wij gingen na of de Kortrijkzaan daar toch net iets meer van weet. De Vlaming weet dus amper of niets meer van de bekende kunstklassiekers. En vandaar de vraag, herkent u dit schilderij? Dat is van Bruegel. Van Bruegel. En zou je de naam ervan weten? Ja, serieus. En wat vindt u zelf van het kunstwerk? Ja, ik vind dat wel tof, omdat dat ook iets leert over hoe dat vroeger was. Ja. Beetje nostalgisch. Ja. En weet je wie dat geschilderd heeft? De gebroeders van Eyck. Ja. En weet je de recente gebeurtenissen rond het schilderij? Ik weet dat er een stuk kwijt was. En als ze vermoeden hebben, dan dacht ik dat het ergens terug naar boven zou kunnen worden. Ja, inderdaad. Ik ken het wel, ja. Herkent u het? Maar je weet de naam niet. Ik heb het vorig jaar nog gezien in mijn kunst en geschiedenis, maar ik kan me niet direct de naam ervan zeggen. Het is de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Ja. Vindt u het persoonlijk een mooi schilderij of niet echt? Ik vind het wel iets aan, ja. Vindt u iets aan? Bent u een kunstliefhebber? Niet echt per se, maar digitale kunst dan meer of zo. Mooi schilderij. Dat is Rubens. Zou je de naam ervan weten? Zelfpotent, denk ik. Ah, zelfpotent, inderdaad. En wat vindt u van dit kunstwerk? Ja, dat is prachtig. Prachtig? En zou je zelf... Die haarschijf, hier, dat, ja, maar die baard moet ik kijken, dat dat het uitdiet. Dat is niet van mij. Dus mijn licht kan zielke al in tijd. Ja, inderdaad. Met die haartje. Ja, dat is zeer mooi. Dat is mijn eigen tijd, dat is prachtig. En zou je zelf ook een zelfpotent van jezelf laten maken, of zou je dat nooit doen? Ik heb dat eens laten doen. Ja, wat... Door iemand die met de angst en... Ja? Ja, en die heeft mij getekend geschetst, bevend en dat is prachtig. Prachtig. Allemaal met stippen en lijntjes in. We ondervonden dus dat de gemiddelde Kortrijkzaan meer over kunst weet dan we hadden gedacht. Kortrijk is dus een echte kunststad.